69 renners aan de start. Dames en heren, in deze grote prijs kan u de max vieren. Vandaag wordt beslist in Bevo. 16 ronden voor deze eerste wedstrijd van vanmiddag. Ja, we zien zometeen einde eerste ronde en we zien al vooraan een duo dat in aanval trekt. Onze twee dus nog altijd voorop zitten, maar we kregen ook al het signaal dat daarachter de organisatie weer is teruggevonden en dat het wat kleiner zou worden. Ja. Meer dan 20 seconden.
Hoi. Ik ben er. Terugkamer. Ja. Ja, maar toch. Kom op, jongens. Tal met een Hans. Als hij in de baakhouder komt. Twee hardrijders, hè, die twee. Hè? Je zit al Paul en Hans, dat zijn twee hardrijders. Oh, jongens, samenwerken. Kom. Dat is toekie. Wat is het? Plat van hier, ja. Plat. Met vieren, maar we hebben ook al informatie dat het er wel een vijf zouden kunnen zijn. De wedstrijd vandaag met nummer 4, maar dan in Edwin Wimmer, man die de hele wedstrijd in de aanval heeft gereden. Ik ben hier in de buurt.
We hebben nog juist geteld 20 minuten regen te doen. En we hebben vooraan in de wedstrijd een triootje. Abraham, opnieuw bij een trio. 1, 2, 3. Premie voor de eerste C-runner, Jan. Premie jongens, één voor die mannen hier. Nou ja, en Peter Aerts is daarbij gekomen. Nog twee ronden jongens, nog twee ronden. Peter Aerts, Vito Pauwels en Hans van Bouw. Onze twee koplopers hebben gezelschap gekregen van het nummer 25. Peter Aerts. Voilà. Dan krijgen we drie achtervolgers. Met David Bloks, Ivan Verschuren en met het nummer 50. En dan hebben we Jean van Laar. Dan krijgen we het peloton. Nog twee ronden jongens, nog twee ronden. Wij komen hier aan de laatste ronde toe met onze Dennis en Evert. Laatste ronde. En we hebben nog steeds onze drie koplopers. En met Peter Aerts aan het commando. Met Vital Pauwels met het witte nummer 66. Peter Aerts en witte nummer 3. Hans van Bouw. Laatste ronde jongens, laatste ronde. Vito Pauwels, Hans van Bouw en Peter Aerts, die vloggen. Hola. Krijgen we hier het peloton. Laatste ronde jongens, laatste ronde met Bart, laatste ronde. Laatste ronde jongens, laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Eén naam moeten we hebben. Het is van Bouw, Pauwels of Aerts. Ze zijn er drie. Ja, één van de drie. Eén man. En het is één. Eén man aan de leiding. Eén man aan de leiding hier. En het is nog even wachten voordat mijn linkse oog met het rechtse oog de dingen neemt. En we krijgen hier normaal gezien van op de rug bezien het witte nummer 66. Vito Pauwels die hier het pleit naar zich gaat toehouden. En dan krijgen we... Geef hem een applaus, dames en heren. Vito Pauwels! En dan krijgen we hier Peter Aerts met het witte nummer 25. Op de tweede plaats, 1 en 2 van elke categorie hebben we nodig. Krijgen we Hans van Bouw op plaats 3. Krijgen we de spurt. Aankomst jongens, aankomst 1, 2 en 1 en 2 van elke categorie hebben we nodig. Het is Rick van Rooij die het pleit naar zich toe haalt. 1 en 2 van elke categorie hebben we nodig. We hebben Francis Baptiste en André Voltaerts nodig voor de huldiging. De tweede D moet ik u even verschuldigd laten. Met dan met de micro te zien ben ik het voor hier, Daniel van der Meer. Hallo. Dat was een foto. Fischat. Dank je. Ik zou zeggen, grote wedstrijd, zo weer, maar toch stand houden. Tegen een jagend peloton, op laatste nog Peter die erbij gekomen is. Dan de eerste Wim Meijer. We hadden Wim vanavond, we hadden Wim Meijer iets weggevallen vooraan. Kregen we Vital Pauwels en Hans van Bouw. Met Wim vanavond, die is dan ook weggevallen. En dan het afmaken in de spurt. Weet je, zijn de laatste ronde, je bent de laatste ronde ingegaan, nog met 14 seconden voorsprong. We dachten, we gaan hier ofwel één van de drie. Die het aanspad kiest, ofwel gaan we hier naar een spurt. Maar we zagen één man door de bocht komen. Nou ja, dat was Vito Pauwels. Ja, het is zo, we zijn met ik en Hans naar twee voorste mensen toegereden. En we waren van hard moeten rijden. Er is eentje weggevallen, die kon niet meer mee. Eentje is slecht gereden. Dan heb ik met Hans goed samengereden, waar ik hem nog voor wil bedanken.
peloton is nog heel dicht gekomen. Toen is Peter alleen komen aansluiten. Ook mede dankzij Peter geweten zijn we nog terug kunnen uitlopen. En hebben we de plaats kunnen uitmaken. Hoeveel is het drie? De tweede keer. De tweede. Voilà, wij hebben het gehoord. 1 en 2. Dit is voor die man met wit rood, de winnaar hier, Vito Pauwels. Voilà. En dan hebben we de flesje, dat is voor nummer 2 in de C-categorie. Voilà. Jongens, zet u even op. Roepen erbij Luc van Rooij, winnaar in onze D-categorie. De bloemen wordt hier vandaag. Ja, maar wacht. We gaan zeggen hier, de man met de kampioenentrui. De kussen, de bloemen. Ja jongens, kom er maar bij. De fles, dat is voor de volgende hier. Voilà. Daniel van der Mieren, die tweede wordt in de D-categorie. En in onze E-categorie de uitslag, want dat is een kampioen van Vlaanderen. De leeuw bij één, maar toch op. De Rutigman is erbij. De bloemen worden overhandigd door de sympathieke vriendin van onze cafébaas, hier de Max. Ja, hier één, pas op. Door André Volkaert, voilà. Ik wil zeggen dat kussen heeft ze wel. Ja, zet er maar bij. Je mag kiezen. Je mag zelf doen. Je mag zelf doen. Welke ze dan Sagan. Ze gaan bij een doelen nemen. Maar niet de hard nemen, hè. Getreuw. God. God, mijn baas. Voilà. Niet de water wegkropen, hè. Bij de jongste. Hey. Geef ze een applaus, dames en heren. Vito Pauwels. Peter Aerts, Luc van Rooij, Daniel van der Mieren, Francis Baptiste en André Volkaerts. En uiteraard onze bloemenmeid.